Goedemorgen, 5 voor 6 of 10 voor 6, wat is het, op 7 mei. Ik ben in de trein op weg naar station Hoofddorp, waar ik collega Dennis wil ontmoeten om samen naar Frankrijk af te reizen voor onze trainingsweek in de Franse Alpen. Ik ben heel benieuwd hoe het zal bevallen om voor het eerst echt die berg op te gaan, maar ja, we zullen het zien. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop jullie vaak te zien op de videoblog deze week. Alvast bedankt. Welkom in La Douce France inmiddels. Het Franse landschap. Bijna op de tolweg Route Soleil. Om onderweg te gaan naar de verschrikkelijke Alp, zoals ik hem voorlopig maar even noem. Totdat ik beter weet. Of niet. Onderweg dus naar trainingskamp met Schuberg Villas collega Dennis, die nu even achter het wiel zit. Nou, dat doen we uiteraard uit veiligheidsoverwegingen per toerbeurt. Ik heb enorm veel zin in om straks even echt uit te proberen hoe die Alp eruit ziet. Vanuit de Alp morgen meer bericht. Ik denk dat ik nog even terugkom als we in onze accommodatie zijn met meerdere collega's. Goed, inmiddels een stuk verder op in Zuid-Frankrijk, in de Alpen. Hartstikke mooi hier, alleen een kilometer of 130 zuidelijk van waar we eigenlijk wezen moeten. Lang leef het verkeerd invoeren van het navigatiesysteem, maar dat mag de pret ook niet drukken. Alleen jammer dat ik waarschijnlijk voor het eten niet meer aan toe kom om een rondje te lopen, want dan zal het waarschijnlijk donker zijn. Dus nu eten zoeken en dan terugkeren richting Grenoble en daar rechtsaf om wel richting Alpe d'Huez te gaan. En daar zien we het wel weer verder. Goedenavond, inmiddels aangekomen in ons appartement in Allemont. Zo'n 4,5 uur later dan gepland, maar dat mag de pret niet drukken. Vanavond geen loopje meer voor mij, maar lekker naar bed. En morgen even kijken hoe onder andere de logistieke uitdaging tackelen. Dat ik toch wat eerder bij de berg, of dat ik wel de berg opkom. Maar niet zoals de fietsers gratis de berg weer af kan. Gelukkig schijnt er op de weg een bus te rijden, dus dan gaan we morgen even uitzoeken hoe dat werkt. Voor nu ga ik lekker slapen. Dit was de eerste dag van de trainingsweek. Tot morgen.